gaat lekker, hè? Ik hoor gepiep. Van een... Oh, kijk. Die zwarte. Ja. En daar die roze. Maar ze hangen niet even hoger. Daar baal ik ook weer van. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, en het is vandaag alweer woensdag, hè? Alweer, ja. Het is vandaag woensdag 18 november en beleef ik precies om 1 uur, ja. En ik ben alweer geweest met de hondjes en ik zit te wachten op de heer Jack Pater van Verelo. Nou, dan kunnen we samen die boksen naar weer naar boven brengen. Hij mag de doos waar de kerst al in zat naar boven brengen. En of ik zit te hoog of ik heb de camera te laag. Zo. Zo is het beter, denk ik. Ja. Even een stukje omhoog. Dat kan allemaal met deze statief. Ja, ik moet nog steeds brainstormen hoe ik dat filmpje ga maken. Maar dat weet ik allemaal nog niet. Want... Nou ja, komt allemaal wel. Maar in ieder geval vind jullie welkom. Welkom bij een goed nieuwe vlog van Corina. En de beestenboel. Eén ligt daar, één staat daar. En één is boven. Nou ja, dan weten jullie wel wie daar staat en wie er bij mij op de grond ligt. Ja. En wie er boven is. Hoef ik nou niet meer, denk ik, te zeggen. Wel. Maar ja, het is hier ook prachtig mooi weer. Enkel het waait een beetje, maar het is niet koud en ik heb ook niet de kachel aan. Het is allemaal niet nodig en dan zit je halverwege november. Wat slaat het op, denk je dan? Normaal behoort het te vriezen of wat dan ook, of in ieder geval goed koud te zijn nou, maar het is heerlijk buiten. Ja, en ik moet vanmiddag ook nog weg. Dus hoe ver ik met mijn werkzaamheden kom, weet ik niet. Want ik moet dat hoekje nog steeds doen van waar die laptop staat en dat. Maar ik moet ook nog weg. Hey. Dus ja, hoe en wat, ik weet het niet. Hoe ik dat allemaal bred. Hoe ga jij nou erbij leggen? Ja, hallo. Zo, jeetje. Gaat lekker, hè? Ik hoor gepiep. Van een... Oh, kijk. Jullie staan er gekleurd op, HVC. Maak ik nog reclame ook en ik word er niet eens voor betaald. Oi, oi, oi. Ja, dat is weer een container die gedaan moet worden. Elring, kijk uit, meisje. De ondergrondse container wordt weer gedaan. Ja. Dan moet je even pootjes uitschuiven en een apparaat om zijn nek heen hangen. Ja. Dan moet je wel goed kunnen richten. Nee, je zit ernaast. Ja, daar. Je komt in de buurt, ja. Hup. Ja, dan moet hij nog helemaal omhoog. Want het is een nieuwe. Een grotere bak zit erin. Mooi gerecht. En hier richten. Hup.
Oh, waar er een stuk papier eruit. Jammer dat het niet op zijn hoofd kwam. Had ik gelachen. Zo, en hij kan los. Ja, die staat er gekleurd op, meneer. Pootje er weer in. Ja. Denk we voor zometeen voor je nek. Goed zo. Mooi, Rijka. Denk jij om mijn engel? Rijka? En dan gaat hij weer. Dag, meneer. Dat was hem dan weer. Dus ja, dat ken ik uit mijn huisje vandaan zien. En voordat het de eerste keer schrokken we ons erop. Wat gebeurt hier nou allemaal weer, weet je? Want dat ben je toch niet gewend. En ze hadden we eerst niet in de straat. En dan, zie je toch even vol verwondering te kijken hoe doen ze dat nou allemaal. Want dat hadden we ook nog nooit gezien toen. En ja. Maar ja, oké, het maakt allemaal niet uit. Het is weer gebeurd, het is weer opgeruimd. Enkel dat papiertje laat hij gewoon flingeren, ja. Dat moet jij dan weer opruimen als je zwerfvuil ziet, want er zit een zwerfvuilbakje aan deze container. Dus ja, dan kan je het oprapen en dan gaat mijn telefoon. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, dan ben ik weer eventjes retour. Jack Pater van Zegelo is ook al geweest. De boksen zijn al opgeruimd. Enkel, ja, er is nog van alles en al wat op de grond, maar dat komt toch wel. Die troep, ik ken er ook erbij om die klokken op te hangen, maar dat komt later wel. Ik moet eerst even wat wegbrengen en dat heb ik even in een kledingzakje voor CNA gedaan. Er zit nog een zakje in en daar zit het weer in, maar ik moet nog even wat schrijven en dat is... Wat is dat toch weer? Dat is, wat gaan we schrijven? Die weg. Die lek nodig. Een envelop. Een hoek. Die pakken en een kerstkaart, die komt erbij in. Dus ja, een kerstkaart even schrijven. Voor niemand anders dan onze enige echte Rebecca. Ja. En de inhoud, dat is voor haar kindertjes. Ze pakt twee. Dat komt daarbij in. Ja. Dus helemaal geweldig. Ze weet er al van. Ik had er geappt. Dan moet ik mijn pen halen, die ligt daar. Ik schrijf gewoon erop aan Rebecca en de rest. Oh, nou ja, weet ik niet wie dat was. Werd gezwaaid, nou ja, dag. Ik weet het niet hoor. Wil jij naar buiten? Willen jullie nog naar buiten? Wil jij ook nog naar buiten? Nou, dat kan. Dat mag nog even spelen. Als jullie wilde haren kwijt. Boefies. Ja, Rijka die pakt iedere keer. Zowel Elwin en zowel Kandel bij de poten. En dan bijt ze dan in. Nou, dat
Zoals bij Gandalf, ja, die heeft dunnere pootjes dan Elwing heeft. En ja, die vindt het niet leuk. En dan haalt hij uit. Ja, ze heeft al een paar keer gepiept, maar ik ben wel bang weer voor haar oogjes, weet je. Nou ja, ze spelen maar even een eind heen. Dan kan ik even gaan wrijven. Even de pen mee. Dus ja, dan kan ik straks op de booster even de wort op. En dan weet ik dat Rebecca in ieder geval al heeft gehad. En dan kan ik andere week de rest gaan schrijven. Wat in een helder rondgebracht moet worden, dat doe ik zelf. Hoef ik ook geen passegel op te doen. En de rest, ja, daar moet een passegeltje op. Dus komt allemaal goed. Ik ben blij dat ik in ieder geval tot zover weer klaar ben. Dus ik kan buiten de boel nog een beetje doen enzovoort. Maar dat komt ook wel goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie leven. Want het duurt maar heel even, dat weet je. Ja, want je bent maar heel even op de wereld. En voor de rest mag ja, je moet je het zelf allemaal invullen, hè. Wat jij doet met je leven. En wees gewoon gelukkig met hetgeen wat je doet. Ja. Ik zou niet zeggen dat je moet gaan stelen of wat dan ook. Want nee, dat mag niet, dat is verboden. En ik denk dat je dan ook niet gelukkig zal zijn als jij een dief bent of gaat worden. Dus niet doen. Nee, dat mag niet. Nee. Dan wordt oma Gent boos en dan kom je jaren vast te zitten. Dat moet je niet willen. Nee, zonde van je leven. Ja. Nou, oké, lieve vrienden, genoeg ouwe hoed. Even gek doen, even dolle, moet kunnen. Ik zou zeggen, geniet en tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, het wordt alweer laat. En zo ligt hij erbij. Tenminste, laat, dat is heel laat. 16:57, bijna 15 uur. 17 uur, dus bijna 5 uur. En ja, ik heb een bakje koffie klaarstaan. Dat moet nog schoongemaakt worden. Het hoekje van waar de laptop stond, staan van mijn mannetje. Dat heb ik wel helemaal schoongemaakt. Kerstkleedjes erover. Ik laat het jullie even zien. Dat ik neem nu lekker even mee. Upsie. Kijk. Een huisje. Nou ja, dat waren zelfgemaakte neusdoekjes. Gebruik ik niet, maar je weet maar nooit wie ik er blij mee kan maken. Nog medicijnen, twee boekjes die ik wel eens gebruik. En twee reserve mondkapjes van plastic. Ja, dus ja, dat moet ik bij de hand houden. Logischerwijs, de doekje in de weg. Dat mikmakje is dus nog niet af, vind ik niet nodig. Nee, ik had het gisteren op een gegeven moment wel aan. Ik denk, ja, maar het kost ook weer extra stroom. Laat ik dat nog even besparen tot het wel nodig is. Het is nog geen feestdagen, ik heb het al allemaal klaar. Daar hangen de klokken. Hier is twee rode. En ik had nog een witte. Nou ja, die heb ik hier beneden gehangen. Ja. En ik had een tijdje terug bij Action twee mooie ballen gekocht. En die was ik vergeten, want die lagen in het tv-kastje. Maar die heb ik voor het raam neergehangen. Ja. Hier die zwarte. Ja. En daar die roze. Maar ze hangen niet even hoger, daar baal ik ook weer van. Ja. Yeah. Maar ja, wat doe je eraan? Ja, wat doe je eraan? Ik denk dat een beetje omhoog halen. Ja. Nou ja, zal ik straks eventjes nog doen. Kijken of ik hem een beetje even hoog krijg. Dan die roze. En dan merk ik het weer. En ja, ik had mijn camera aan op de televisie. En het ging in principe hartstikke goed. Op een gegeven moment begon Elwing te janken. Ai, ai, ai. En wie ging daarin mee? Die kleine dame die daar net langs me heen liep. Die begon toen te blaffen.
Dus ik heb genegeerd en nou, ze waren natuurlijk blij dat ik thuis kwam, maar ik heb Kettingen maar een tandje gegeven en dat ze uit de weg moesten. Ik denk, kijk het even. Ik ben boos. Ja. Dat ik zal het straks weer goed maken, mensen, want dat moet je weer doen, hè. Ja, maar ik denk, ik moet eerst even klaarwezen voordat het zover is. En ik heb bedacht, de keuken doe ik morgen, want ik moest ook dus ja, cadeautjes halen voor mijn schoonzus, dus dat heb ik ook gedaan. Ik heb het al ingepakt en alles. Dan ik ben back af. Nou ja, dat heb ik net allemaal gedaan, dus het was weer even ook een dikke bende op de eettafel. Wat gebeurt daar nou? Ik ben zelf niet gek. Ik heb nog sokjes, nou ja, misschien voor in bed. Ja, als ik koude voeten heb, weet je. Draag verder nooit geen enkel sokjes, nee. Hou ik in principe niet van. Maar ja, die gaan mee naar boven vanavond laat. Dus dat komt wel goed. En voor de rest is alles ook hier weer netjes. Ja, ik ben er weer blij mee. Ja, oké, daar moeten de rechte kaarsjes in dat kerststukje. Dat is nog te wachten tot die binnen zijn. En dan gaat dat eruit en dan komen er nieuwe rechten erin. Maar dan ben ik slim. Ik haal dan die nieuwe rechten er wel weer uit wanneer het kerststukje weer naar de logeerkamer gaat. Want die staat altijd op de linnenkast daar. Ik denk, hoe komt die, hoeft die ook niet op zolder? Maar ik moet ook even nieuw rood kreppapier. Ik moet het trouwens even helemaal opnieuw in elkaar zetten. En dan komt die er ook toch weer een beetje anders uit te zien. Andere dingetjes erin. Qua glitter. Dus ik zie nog wel hoe en wat. Maar dit is dus een gewoon, je neemt een jampot of een pindakaaspot of wat dan ook. Die maak je schoon. Deksel kun je weggooien, heb je niet nodig. Heb je geen oase omdat je geen geld hebt om dat te kopen. En je hebt toevallig wel een kreppapier. Oké, natuurlijk van andere mooi papier doen wat een beetje mee wilt werken. Papier wat jij wilt. Dan vul je dus dat potje met of met tuinaarde of met oase. Het is maar net wat je hebt. Dan maak je dat mooi plat, niet gelijk met de rand, want dan mors je vanzelf en dat is ook bijzonder voor je papier. Ik heb dus dit keer drie lagen kreppapier genomen. Eerst rood, toen wit, toen weer rood. Maak je van de ondergrootste, moeten cirkels worden. Dus je vouwt dubbel, want je moet ook het middelpunt weten te vinden. En dan maak je een mooie grote ronde cirkel. Dan maak je er van wit weer een beetje kleiner. Of je kunt ook van één laag doen, of gewoon één laag. Maar in ieder geval zet je die pot, die gevuld is met oase of tuinaarde, in het midden van die cirkel. Dan vouw je het omhoog met je handen, dat je dus een rok krijgt. Dan doe je er voor eerst maar een elastiekje eronder en dan blijft het goed zitten. Van kreppapier knip je ook weer een lintje. Dat bind je er heel voorzichtig om vast, maar dat kan kapot scheuren. Daarom dus ook dat hele stiekje. Dan neem je een houten klerenhanger. Een kledinghanger, wij zeggen altijd een knaapje. Met een dwarslatje, waar je dus een pantalon over kan hangen. Knip je weer een rode band van het kreppapier af, dus dat is dat toch opgevouwen. Dus je knipt gewoon een hele band eraf en dan zet je het begin vast met plakband. En dan ga je er helemaal omheen wikkelen. Kom je tekort, knip je weer een band af, dat is logisch, totdat die helemaal rood is op de haken. Want de haak die komt in je tuinaarde, in die pot of in je oase in die pot. Dan neem je 6 kaarsenknijpertjes en als het goed is, dan heeft de, niet een bloemist, maar hoe noem je zo'n tuincentrum. Die schijnen dat nog wel te verkopen, die kaarsenknijpertjes die je heel vroeger in je kerstboom deed. Daar zet je om en op zo'n knijpertje op, 6 stuk dus, op dat dwarslatje. En daar komen dus die kaarsjes weer in. En dan aan
één, ik heb het aan één kant, heb takken met wat bling bling erin. Mijn moedertje, die had aan die kanten en die had er alleen nog hier en daar een zilver draadje ijslametta erin hangen. Verder niet. Mijn moedertje had het ook altijd branden, maar ik vind dat eng. Ik vind het als de dood zo eng om in een kerststukje de kaarsen branden te hebben. Ja, dat vind ik zo eng. Maar ja, ik kan er ook de ene keer kan ik er wel tegen, daar heb ik wel wat kaarsjes aan. Maar soms ook regelmatig dat ik er niet tegen kan. En of het op een gegeven moment hek ze aan. En dan halverwege de avond kan ik er niet meer tegen. Nou, dan gaan ze allemaal uit en dan gaat de deur even open en dan is het weer klaar. Maar dan komt het door mijn COPD. Dus ik heb ook kaarsjes op batterij. En ik dacht, ja, dat vind ik lang niet zo sfeervol. Ja, echte kaarsen is bij mij niet sfeervol. Maar ja, komt ook wel goed. Zolang het niet nodig is, brand ik dat ook nog niet. Ik heb wel al nieuwe gehaald ook. Vaccinelichtjes, want het is tegenwoordig allemaal vaccinelichtjes. Nou, het komt allemaal goed. En vroeger hadden we ook met kerstdiner hadden wij bij ieder bord een mooie kaarsenkandelaar waar een dinnerkaars in hoorde te staan. En net zoals mijn moeder, altijd wit, zeker crème kleur wil ook nog wel. Maar geen gekleurde kaarsen, niet blauw of geel of roze of zwart. Ik hou daar totaal niet van. Nee. Rauwe ken ik altijd nog, zeg ik. Ja, dan neem ik wel een zwarte kaars. Maar nee, tijdens de kerst moet feestwezen, het moet licht zijn, het moet kleurig zijn, het moet mooi zijn. En ja, daar horen witte kaarsen bij. Heb je geen witte kaarsen, kan je nog altijd overstappen op crème, als het ware toch nog een kleurtje. Nou ja, en zo heb ik. Zo maakte mijn moeder dus ongeveer dat kerststukje. Want ik heb het een klein beetje veranderd om aan één kant takken te doen. En mijn moeder deed aan weerskanten. En ja. Ik doe aan de voorkant een dingetje erbij. Ja, moet toch kunnen. Ja, ik vind het zo ook mooi. Maar in ieder geval, ik zal denk ik ander jaar maar weer eens even een nieuwe ervan maken. Ik heb nou even, ja, niet zoveel zin in nog. Ik moet er eerst weer zin in krijgen, ja. Ik ben blij dat dit zover klaar is. Ik wil nog ook kersttak op de muur hangen. Ik weet niet eens niet of die al binnen zijn. Ik heb wel iemand al zien rijden met een echte kerstboom. Ik denk, wauw, waar kom jij vandaan? Want dat ging zo snel. Hij had een aanhanger en daar lag een kerstboom op. Of meerdere, het ging mij een beetje te snel. Want er lag ook gaas overheen, weet je wel, van dat net. Ik denk, zo dan, nu al een kerstboom, een echte. Ik denk, jeetje, dat haalde kerst niet. Kun je weer een kopen. Ja, al misschien was het net kwijt dat hij hem in de tuin zet. Dat kan ook nog een keer vanzelf. Maar oké, maakt allemaal niet uit, lieve vrienden. Ik ga mijn koffie opdrinken en dan, dat laat ik gaan. Ik ben moe. Ja, ik ben tot zover blij dat ik dit voor elkaar heb weten te krijgen. Boksen naar boven. Ja, oké, de doos van de kerstboom staat nog in de hal. Nou, dat is licht, kan ik zo meenemen naar boven. Dus dat doet het daar ook niet om. Ik ga met mijn diertjes even goed maken en dan komt het ook allemaal weer goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, voor straks lekker eten, smakelijk eten, bon appetit. Doe je er een drankje erbij? Ik zeg altijd prutjes. Ik heb altijd twee dingen erbij. Een wijntje en een bak koffie, dus prutjes. En voor vanavond een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Geniet ervan. Als je nou alleen bent, of met diertjes bent, of partner, of kinderen, of wat dan ook. Doet er allemaal niet toe. Geniet ervan. En voor later op de avond. Uiteraard welterusten. Slaap lekker. Met mooie dromen. En weer gezond uit je bed zien te komen. En tot de andere kant van de nacht. Doei!